Goedemiddag. Ook vanmiddag komen we weer met een muzikale groet bij u. Duisternis kan duisternis niet verdrijven. Alleen het licht kan dat doen. En daarom ontsteken we een kaars. Vanochtend vroeg zat in de wilg hier achter huis een puttertje te zingen. Mijn lievelingsvogel. Kijk, daar is die. 19 jaar geleden deed hij dat in Maasdijk in de Peppel. Putter, ook wel distelvink genoemd. Op zijn minst opmerkelijk. Immers, de Christus kreeg in zijn lijdensweg een doorn op van doorns, wil de overlevering. Waarschijnlijk betrof dit een distelsoort. Zit dit vogeltje voor mij te zingen met zijn bloedrode band, maar ook wit en gele kleuren. Kleuren van zon en licht, oftewel opstanding. Tussen de roestbruine uitlopers van de Peppel zit hij te draaistaarten met zijn bloedrode band rond zijn snavel, waarmee hij met hetzelfde ritme fluweel klinkende draaien toon zet. Het groen en geel van mijn tuin wordt hierdoor in de stille week als met een ongekend zonlicht doorstraald en tot nieuw leven herschapen. Voor mij is het nog 40 dagen tijd. Ik houd de adem op mijn eigen wijze in. Deze mannetjesputter wil daarvan niet weten. Hij weet niet anders. Of het is al Pasen geweest. O hoofd bedekt met wolden, dat mooie, bijzonder aangrijpende klassieke lied over de Christus. Dat willen we samen uitvoeren, een bewerking van Martin Mals.